Hallo, in dit filmpje gaan we het hebben over je afweer, oftewel het immuunsysteem. In het vorige filmpje hebben we het gehad over hoe ziekteverwekkers je ziek kunnen maken, en dan gaan we het er nu over hebben over hoe je lichaam ervan afkomt, of niet eens geïnfecteerd kan worden. Nou, en als we het over het immuunsysteem hebben, dan heb je eigenlijk twee, verschillende soorten afweer waar we het over hebben, namelijk de algemene afweer, waarbij vreedcellen een grote rol spelen, en de specifieke afweer, waarbij antistoffen en antigenen een grote rol spelen. Dus die termen gaan we allemaal goed bespreken. De algemene afweer wordt ook wel de aspecifieke afweer genoemd. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Nou, en ook koorts heeft een hele belangrijke rol voor de afweer. En dat gaan we ook bespreken. Nou, we beginnen dus eventjes bij de algemene afweer. En eigenlijk kan je de hele afweer verdelen in een aantal linies. En de eerste linie is eigenlijk meteen de makkelijkste. Dat zijn namelijk de slijmvliescellen en de huid. Die slijmvliescellen die zorgen ervoor dat er verschillende vloeistoffen zijn, die of dan wel hartstikke zuur zijn of juist heel basisch. Nou, en wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat de ziekteverwekkers daar niet goed kunnen overleven en dus niet je lichaam binnen kunnen dringen. En je huid is natuurlijk een fysieke barrière met de hoornlaag waar allemaal dode cellen op liggen. Ja, en die zorgen ervoor dat virussen en bacteriën en schimmels niet naar binnen kunnen. Dus een goede barrière. En die maken het dus eigenlijk lastig, de eerste linie, om je lichaam binnen te dringen. Dus dat is eigenlijk helemaal prima en eigenlijk ook best wel simpel. Dus dat is de eerste linie. En die is dus algemeen omdat alles daardoor tegengehouden kan worden. Nou, dan de tweede linie. En dat gaat dan over de vreedcellen. Die worden eigenlijk ook wel de fagocyten genoemd. Dus dat is eigenlijk een beetje de officiëlere term. Nou, en de vreedcellen die kicken eigenlijk pas in wanneer die eerste linie al voorbij is. Dus die eerste linie, die hebben de ziekteverwekkers in dit geval gepasseerd. En dan komen ze de tweede linie tegen. Dat zijn dus de vreedcellen. Als bacteriën eenmaal in je lichaam zijn, dan zie je ze bijvoorbeeld hier zo terug. Dan heb je hier zo even een bloedvat. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat onderdelen die in het bloed zitten ervoor zorgen dat die bacteriën onschadelijk gemaakt worden. Nou, en je ziet hier eigenlijk al dat er dus een cel als het ware uitkruipt en hem opeet. Nou, heel eventjes snel, wat zien we hier nou precies? We zien hier dus een bloedvaatje met bloedplasma, met bloedplaatjes, die een effect hebben natuurlijk bij het helen van wonden, de rode bloedcellen en witte bloedcellen. En in dit geval is dit witte bloedcelletje dat je hier ziet, eventjes een fagocyt, dus een vreedcel. En wat je hier ziet is een bacterie, en die bacterie die wordt als het ware opgeslokt door die vreedcel. En die vreedcel die eet hem dus eigenlijk soort van op. Die maakt dan allemaal stofjes waardoor die oplost. En eigenlijk ben je er dan vanaf. Dus dat is letterlijk een cel die gewoon wat opeet. En dit geldt ook voor virussen en schimmels. Hoewel je, als het goed is, in het vorige filmpje hebt geleerd dat virussen meestal een cel infecteren. En dan zou zo'n witte bloedcel een cel kapot moeten maken. Dus dat noemen we ook wel een killercel. Maar ja, dat is eventjes voor daar. Dus ook voor virussen en schimmels geldt dat de tweede linie natuurlijk is. Nou, dan denk je misschien van, nou, dat ziet er wel interessant uit. Maar dit is natuurlijk ook in het echt gefilmd. En hier heb ik eventjes een filmpje voor. Dus hier zie je zo'n vreedcel terug. En hier die twee hele kleine stipjes die je hier ziet. Hier zie je er ook eentje trouwens. Die wordt zo meteen wat duidelijker. Dat is dus een bacterie. En die gaat dus, als het ware, opgegeten worden. Dus hier zie je terug dat die witte bloedcel echt erachteraan gaat. En die zit dus hier zo, wordt die uiteindelijk opgeslokt. Nou, en wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat die witte bloedcel, en dat zag je heel goed terug, die witte bloedcel die kapselt eigenlijk zichzelf om die bacterie heen. En die gaat hem dan als het ware oplossen. Dus dan is je lichaam er vanaf. En dat is dus wat de vreedcellen doen in je lichaam. En ze heten dus officieel fagocyten. En dat proces van het opslokken heet dan fagocytose. Maar vreedcellen is voor mij even genoeg. Oké, dan hebben we de algemene afweer gehad met de eerste en de tweede linie van de afweer. En dan nu de derde linie. En dat is het maken van antistoffen. En dat gebeurt in de antistofcellen. Dus eventjes belangrijk, antistoffen die zorgen dus eigenlijk voor dat de derde linie er is. En dit kunnen we uitleggen in vier stapjes. Hier zie je een aantal ziekteverwekkers van dezelfde soort. En wat je eigenlijk ziet is van die hele kleine
stekeltjes erop. En dat zijn antigenen. Elke cel in het lichaam heeft antigenen. En elk organisme heeft andere antigenen. En die zorgen er eigenlijk voor dat jouw lichaam doorheeft van, hé, deze cellen die horen tot mij. En wat er dus gebeurt als je geïnfecteerd wordt door iets dat dus niet van je eigen lichaam is, dan hebben die ziekteverwekkers zogenaamde lichaamsvreemde antigenen. Dus antigenen zijn als het ware herkenningspunten die op cellen, virussen en in je eigen lichaam aanwezig zijn. Maar als ze lichaamsvreemd zijn, dan kikt de specifieke afweer in. Wat er dan namelijk gebeurt, is dat antistofcellen, dat zijn dus eigenlijk ook witte bloedcellen, die dan nu een andere rol hebben gekregen, die antistofcellen, die merken op dat die antigenen lichaamsvreemd zijn. Dus die zijn als het ware ook een beetje rond aan het zwerven, en die merken dan op van, hé, deze hoort niet tot dit lichaam, en die gaan dan antistoffen aanmaken. Nou, zodra ze eenmaal dan geactiveerd zijn, noem je dat, dus dan hebben ze dit herkend, dan worden ze actief, dan gaan ze ook heel snel delen. En een onderdeel van de gedeelde cellen, dus misschien heb je er 100, 50 daarvan, die gaan dan hartstikke veel antistoffen maken. En de andere versie daarvan, die zorgen voor een soort van opslag. Dat als je nog een keer de infectie oploopt, dat je veel sneller kan reageren. Dus je gaat als het ware antistoffen aanmaken. En dat komt omdat die antistofcellen zich heel snel gaan delen. En dus heel veel van die antistoffen produceren. Nou, en die antistoffen, die hebben het volgende effect. Die schakelen de ziekteverwekkers uit. Dus je ziet hier de antistof en hier de antigenen. Nou, die antistoffen die gaan dus als het ware de ziekteverwekkers uitschakelen. En dat doen ze door ze aan elkaar vast te binden, zoals je hier ziet. Nou, en dan zijn ze dus niet actief meer, dan kunnen ze niet zoveel meer. Wat er dan gebeurt, is dat de uitgeschakelde ziekteverwekkers worden opgegeten. En dat gaat dan weer door de vreedcellen, de fagocyten. Dus hier zie je eigenlijk in 4 stapjes hoe je lichaam op een specifieke ziekteverwekker kan reageren. Dus het maakt niet uit of dit nou het coronavirus is, of het influenzavirus, of welk virus dan ook. Op elke manier, op elke soort virus, dan wordt er uniek gereageerd. En dat kan je dus heel eventjes snel samenvatten in specifiek versus algemeen. Nou, hier zag je nog heel eventjes de huid met de verschillende lagen. Hier dus eventjes deze 2 lagen. De opperhuid met de hoornlaag en de kiemlaag. Dit moet je even weten van een aantal filmpjes terug. En op die hoornlaag zie je dus dat er gewoon allemaal dode cellen zijn. Dus het maakt niet uit welke virus of welke bacterie het is. Ze worden allemaal tegengehouden. Dat is dus algemeen, niet specifiek. Aan de andere kant heb je dus dat elk ziekteverwekkertje unieke antigenen heeft. Dus voor elke ziekteverwekker geldt dat ze unieke antigenen hebben. En jouw lichaam gaat daar dus op reageren door antistoffen te maken die specifiek zijn voor die antigenen van die ziekteverwekker. Dus tegen iedere ziekteverwekker maken antistofcellen specifieke antistoffen aan. Zodat je voor elke beveiligd kan worden. Dus dat waren de specifieke en algemene afweer. Dan nu eventjes over koorts. Koorts is een hartstikke belangrijk iets. En we gaan nu even leren hoe koorts kan ontstaan en wat de gevolgen zijn van koorts. Nou, dus eventjes de oorzaak. De witte bloedcellen die hebben ziekteverwekkers gespot. Dus we hebben net geleerd van, we zien die ziekteverwekkers. Die hebben ze dus gespot door ze op te eten, de vreedcellen, of door antistoffen te maken door de antistofcellen. Nou, die hebben dat dus gespot. En wat ze dan doen is een signaaltje sturen die aankomt bij de hypothalamus. De hypothalamus is eigenlijk een soort van de temperatuurregelaar van je lichaam. Dat hebben we ook al geleerd. En wat er dan gebeurt, is dat die signaaltjes die de witte bloedcellen dan versturen, die zorgen ervoor dat de lichaamstemperatuur omhoog gaat. En die gaat omhoog van gemiddeld 36 graden tot 38 graden of 40 graden Celsius. Dan noem je het eigenlijk koorts. Als je net iets onder de 38 en net iets boven de 37,5 graden Celsius zit, dan heb je een lichte verhoging. Pas als je over 38 graden Celsius plus spreekt, dan heb je met koorts te maken. Nou, en wat de gevolgen zijn voor koorts is eigenlijk hartstikke belangrijk.
Want het is echt een manier voor je lichaam om ervoor te zorgen dat het nog beter opgeruimd wordt allemaal. Dus de gevolgen. Eigenlijk, als je een verhoging hebt van temperatuur, worden alle cellen in je lichaam actiever. Maar wat eventjes belangrijk is, vooral de witte bloedcellen worden dan actiever. En wat ze dus ook beter kunnen doen, is het produceren van die antistoffen. Dus, gevolg nummer 1, de witte bloedcellen worden actiever, waardoor antistoffen sneller geproduceerd worden. Heel belangrijk. Want als ze sneller geproduceerd worden, ben je ook weer sneller gezond. Dan hebben we ook nog gevolg nummer 2. En dat is dat bacteriën en virus minder goed kunnen overleven. Dus als je temperatuur omhoog wordt gedaan, dan zijn er een aantal bacteriën en virussen die daar niet goed tegen kunnen. En dus eigenlijk het probleem krijgen van, oh, we kunnen hier niet meer goed overleven. Dus die gaan dan inactief worden. En dat is dus even ook belangrijk. Dat is ook weer een manier om te verhogen. Dat geldt overigens niet voor elke bacterie of virus. Nou, je hebt er vast wel een keer van gehoord, want je koorts kan natuurlijk ook te hoog worden. Als je temperatuur boven de 40 graden Celsius gaat stijgen, dan begint het gevaarlijk voor je te worden. Wat er dan eigenlijk uiteindelijk kan gebeuren, als je te maken hebt met volgens mij 42 graden Celsius koorts, dan krijg je eigenlijk dat je eiwitten afgebroken worden in je lichaam. Nou, en dan heeft het een heel erg negatief effect op je eigen lichaam. Dat is natuurlijk een reden dat onze optimum ligt rond de 37 graden Celsius. Als wij omhoog gaan, dan gaan we dus eigenlijk heel veel energie spenderen in het warm maken. Dat is niet goed voor ons lichaam op de lange termijn. Dus als je heel lang koorts hebt, is het natuurlijk ook niet goed. Maar het hebben van koorts heeft deze gevolgen. En die gevolgen zijn heel belangrijk om van de infectie af te komen. Dus koorts is belangrijk om te genezen. En de oorzaak ligt dus eigenlijk bij deze temperatuursregeling. Die van witte bloedcellen naar de hypothalamus gaan. En dus je lichaamstemperatuur omhoog gaan kikken. Nou, nu hebben we dus eigenlijk alles geleerd over de aspecifieke afweer. Dus de algemene afweer. De specifieke afweer en over koorts. Ik hoop dat jullie bij deze begrijpen. Heb je vragen, stel ze dan gerust. En succes met het maken van opdrachten.